Ik vind het kopkoers een van de meest fantastische dingen om naar te kijken. Er gebeurt zoveel en je kan heel erg tactisch bezig zijn. En is het veel meer tactiek dan een tijdrit bijvoorbeeld, waar het toch echt op pure krachten aankomt. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren in Parijs. Over baanwielrennen met Gert Gallies. De Olympische Spelen in Parijs naderen. Op wie moeten we allemaal gaan letten? De Nederlandse baanwielrenners staan er in ieder geval goed voor. Wat kunnen we leren van hun aanpak? En welke rol spelen wetenschap en innovatie hierbij? We gaan het vragen aan onze special guest en embedded scientist bij de KNWU, Gert Gallies. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Het is tijd voor de weg naar Parijs. Ja. Nummer 2 in onze mooie serie met Embedded Scientists. Mm-hmm. Oftewel mensen die als vak hebben, weet je wat jij doet? De wetenschap van de sport in de gaten houden. Maar dat dan ook concreet praktisch maken bij topsporters op weg naar de Olympische Spelen. Mm-hmm. Vandaag gaan we het over baanwielrennen hebben. Fantastische sport, vind ik. Ja, Gert is al bij ons. Gert, goedemorgen. Hey, goedemorgen Gert. Welkom vanuit, waar zit je vanochtend Gert? Ik zit op het KNWU hoofdkantoor op Papendal. Precies. Het topsportcentrum van Nederland. Topsportcentrum van Nederland, hoe toepasselijk, live verbinding. Ja. We gaan het over baanwielrennen hebben. Jurgen, waarom? Baanwielrennen en wie is Gert? Nou, we kijken natuurlijk, we hebben bewust gekozen eigenlijk in de aanloop van Parijs om een aantal sporten onder de loep te leggen waar wij normaliter niet veel aandacht aan besteden. Nee. En wat toch wel typische Olympische sporten zijn, vind ik, waar je dat mensen zeggen, hey, ineens ga ik ook eens kijken naar roeien, naar turnen, naar zwemmen en baanwielrennen hoort daar ook bij. Dat hoort daar zeker bij. En vooral omdat wij Nederlanders het zo goed doen de laatste jaren, wordt daar natuurlijk volop ingezet van daar gaan we wel eens wat medailles weghalen. En ik vind, die onderdelen, het zijn verschillende, daar gaan we het zo allemaal over hebben. Heel fascinerend soms om te kijken, wie heeft dit dan weer verzonnen? En ook vind ik juist heel, heel mooi, of ben ik geïnteresseerd van, hoe benader je dat? Want vooral de energiepuzzel, het pacegebeuren, lijkt me ontzettend interessant. En daar moet gewoon een scientist, een embedded scientist, wat mee doen en over te zeggen hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat Gert allemaal uitspookt daar. Gert, even de basis. Opgeleid aan de TU Delft, net als ik, zag ik op jouw LinkedIn profiel. En daarnaast nog verder ook de fysiologie of de biologie in. Hè? Maar hoe lang ben jij al wetenschapper bij de KNWU? Ik ben in 2021, dus volgende coronatijd, ben ik begonnen. Dus ik ben afgestudeerd bij de TU Delft, maar met een project bij baanwielrennen. En daarna kon ik eigenlijk meteen door. Wat leuk. En wat? Dus mijn eerste officiële wedstrijd was ook de Olympische Spelen van Tokio. Ah, veel mensen dat kunnen zeggen. Lekker om te beginnen. Dus daar was je ook, ook bij. Ja. Je mocht meteen mee. Nou. Mee, ja. Okay. Leuk. Dus we zitten nu eigenlijk een volledige Olympische cyclus bij, zoals dat dan heet in topsportland. Ja. Wat fascineert jou zo aan baanwielrennen?
Ja, wat ik er heel vet aan vind, omdat ik ben meer zeg maar, zelf ook uit het wegwielrennen, dat ik zelf wel eens koerste, ik keek alle wedstrijden en baanwielrennen eigenlijk wel wat minder. En nu denk ik echt van, ik kan me gewoon niet begrijpen dat ik veel minder dat baanwielrennen heb gekeken. Het is zo leuk eigenlijk om ze constant langs te zien rijden. Dus natuurlijk een heel anders dan als je ergens langs het parcours van Parijs-Roubaix staat. Hmm. En hier, je ziet alles gebeuren. Je ziet de mensen die minder presteren. Zie je ingehaald worden, gelapt worden. Het is chaos. Maar als je dan goed kijkt en een beetje het spelletje begint te begrijpen, dan zie je daar ineens enorm veel structuur in ontstaan. Die het heel spannend maken, zeg maar. Mooi. Nou, dat willen we van jou leren. Leren kijken naar baanwielrennen en een beetje de achterliggende wetenschap begrijpen. Maar ja, je kent het format. Tweede keer. Vorige keer hadden we Matthias Verstralen, de wetenschapper van de Roeibond. Gaat vooral luisteren als je nu instapt in deze serie. Daar trappen wij af met een aantal prikkelende stellingen. Die moet je met ja of nee of eens of oneens beantwoorden. We houden score bij en daarna mag jij dan wel kiezen waar je de diepte in wil of waar je wil nuanceren of waar je moet toelichten. Ja, nee is heel lastig voor een wetenschapper. Daarom. We proberen ze een beetje op scherp te zetten. Jurgen, kom er maar in. Ja, stelling 1. Mijn rol als embedded scientist heb ik meer te danken aan mijn scheepsbouwkennis dan aan mijn podiumplek bij het Nederlands kampioenschap wielrennen voor studenten. Ja. Eens. Oké. Dus jouw eigen wielrenachtergrond minder belangrijk dan je kennis over scheepvaart. Oké. Stelling 2. Omnium, Keirin, Scratch, Madison. Ik snap wel dat de Nederlandse wielerliefhebber liever naar een wegwedstrijd kijkt. Nee. Oneens. Ja, dat hoorden we net al een beetje. Hè? Superleuke formats. De volgende. Net als Lotte Kopecky zou Mathieu van der Poel in Parijs aan het Omnium moeten meedoen. Geen ja of nee? Ik zie het al. Nee. Toch? Okay. Nee, hè? Ja, met jou is ook al zo druk. Kunnen we het zo over hebben? Ja. De koppelkoers hoort eigenlijk in het circus thuis. Nee. Even, lieve luisteraar. Ik heb nu al 5 termen gehoord die ik niet eens weet wat het is. Koppelkoers kent eigenlijk ook niet. Want ik zal je bekennen, Gert. Ik ben niet zo'n baanwielrenkijker nog. Dus ik hoop je verleid. Gaan we het ook over hebben. Maar ook Scratch, Madison. Het zegt me allemaal niks. Maar ik wil het graag leren zo. Volgende stelling. Meten is weten. Dubbele punt. Baanwielrennen is een uiterst maakbare sport. Ja. Ja. Okay. Tenzij een van je wielrenners natuurlijk ziek wordt. Hè? Dan, ik ken laatst een boek in Hongkong. Hier op de stapel. Hoe toepasselijk. Jurgen van Tevelen. Het maakbare uur speelt zich ook af op een baanwielrenbaan. Ja. Een ander format. Vandaar, daar heb ik wel mijn fascinatie voor het baanwielrennen opgedaan. Ik ben ook best wel wat gaan kijken dat jaar. Ook naar de zesdaagse in Rotterdam en zo. Dus ik... Daar is de liefhebberij begonnen. Ja, zeker. Helder. Over innovaties 3, deze, ja. Ik heb nachtmerries vanwege de Britten die ons in Parijs gaan verrassen met een nieuwe fiets. Nee. Goed. We hebben nogal wat. Die nieuwe haaienkophelm van Visma Lease a Bike heb ik al getest bij onze baanwielrenners. Nee. Nog eentje over materiaal dan. Ja, dat een carbonplaat in de schoenzool het energieverlies beperkt, weten de baanwielrenners al lang. Ja. Oké. Geen nieuws. Nou, nog twee. Over trainen. Ja, een baansprinter heeft meer aan een half uur krachttraining dan aan een half uur fietsen. Ja. Woe. Laatste. Een tandje te veel in de Olympische finale kan fataal voor Harry Lavrijsen zijn. Nee. Oké. Interessant. Dus dat gaat over de enorme tandwielen. Ja. Kortom, we hebben het gehad over trainen, over techniek, over materiaal, over jouw rol als wetenschapper. Mm-hmm. Zullen we even bij het begin beginnen? Even, net als bij het roeien, scherp krijgen. Wat kunnen we allemaal bekijken aan baanwielrennen? Want wat ik al zei, ik hoor Omnium, ik hoor Keirin, Scratch, Madison, koppelkoers. Ik weet iets over sprint, ik weet iets over achtervolging. Dat kan ik geloof ik dan nog net plaatsen. Maar Gert, neem ons heel even mee in de wereld van baanwielrennen kijken. Wat voor nummers heb je? En zonder daar een hele saaie lijst van te maken, maar wat voor afstanden hebben we het dan over? Wat voor tijdsduur van inspanning?
Ja, ik denk dat het een goede is om... wij delen het altijd in en we hebben de sprint. Ja. En we hebben de duur. Waarbij de duurrenners eigenlijk op de weg, als ze dus wegrenners zouden zijn, weer vallen onder de sprinters. Bijvoorbeeld de bekende duurrenners op het baanwielrennen zijn Mark Cavendish, Elia Viviani, die we natuurlijk vanuit de weg echt kennen als de afmakers en, ja. En de sprinters. En als wij het dan over sprint hebben, dan hebben we het over de gigantisch sterke gasten die eigenlijk niet langer dan een minuut inspanningen leveren. Aha. Dus daarin is, het een, is dat heel anders dan het wegfietsen. Ja. Ja. En dan heb je dus inderdaad de teamsprint. De sprint en de keirin is waar onze sprinters dan aan meedoen. En het omnium en de koppenkoers is waar de duurrenners dan aan meedoen. Oké, nou, dat is een En je hebt natuurlijk, je hebt als laatste de ploegenachtervolging. En dat is eeuwig zonde dat Nederland daar niet aan meedoet, maar... Daar gaan we het dan niet meer over hebben, denk ik. Maar even, wel leuk. Keirin, dat is dus dat... Niet zo heel hard schreeuwen. Maar ik word heel enthousiast. Ja. Keirin is dat onderdeel, je kent dat wel, dat ze achter zo'n brommertje beginnen. Gaan. Ja, dat beeld heb ik wel eens gezien. Met verschillende hesjes. Ik weet niet of dat ook bij de Olympische Spelen zo is. En dan na een aantal ronden, dan gaat die brommer omhoog, zeg maar. Van de dinges af. En dan, super populair in Japan. En wat is het idee dan, Gert? Dat de brommer gaat het tempo al opvoeren of zo? En dan gaat het om het afmaken? Of waarom zit die brommer erin? Ja, dus die houdt alle renners uit de wind. En die zorgt dat ze dus op rond de 50, 55 afgezet worden. En dan is er nog 3 rondes. Dus dan is echt een hoog snelheidsonderdeel. Waar ze eigenlijk richting de 80 km per uur gaan. Ah ja, precies. En die brommerman is ook getraind, hè? Dat hij precies weet van dat hij gestage tempo opvoert. Of zijn, weet je bij sommige brommermannen, die gaan iets harder van start dan anderen? Hoe werkt dat? Wat wel grappig, natuurlijk ben je daarin getraind. Ik moet het soms ook, het is natuurlijk niet een taak voor een wetenschapper, maar soms kom ik in een situatie dat ik ook even de keirin tijdens een training aanbommer. Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd een spannend momentje. En dan van, hoe doe ik het goed? Breng de snuit goed op gang? Maar dan hoor ik altijd van die renners, weet je, elke wedstrijd is weer anders en kan het inderdaad een klein beetje verschillen. Ja. Maar in principe is het wel redelijk van een bepaalde snuit tot aan die 50 en dan wegsturen. Ja. Een beetje variatie is ook goed, hè, voor sporters. Zeker. Daar word je creatief van. Ja. Hey, en wat is dan een omnium? Is dat een soort meerkamp of zo, denk ik? Afleiding. Ja, dat is een meerkamp. Ja. Dus dat is net zoals een WK allround schaatsen. Dan moet je alle verschillende afstanden en een punten totaal of zo. Maar dit is dan op één dag. Ja. Dus je begint met een scratch. Scratch is eigenlijk het makkelijkste onderdeel van de duur. Dat is gewoon ken ik ook niet. Aantal rondes en dan is het de finishlijn, wie daar het eerst overheen komt, die wint. Maar dan ben je dus met een groepje in de baan. Ja, dus je rijdt groep. Dus elk land zal op de Spelen 1 iemand vertegenwoordigen. Een soort pelotonnetje. Ja. Ja. En dan sprint je hem gewoon af. Ja. En dan krijg je gewoon de meeste punten voor de eerste. Ja. En dat loopt zo af. En dan eigenlijk daarna beginnen alle tactieken en spelletjes. En dan zal het voor de beginnende kijker lastiger gaan worden. Want dan komt de tempo race. En de tempo race is elke ronde 1 punt te behalen. En ook 20 punten voor een ronde pakken. Je kan ook weer 20 punten verliezen als je door peloton weer een ronde gelapt wordt. Ah, ja. Dus dat lijkt een beetje op de dynamiek van marathonschaatsen. Want daar word je toch ook beloond als je op een gegeven moment een rondje kan gaan lappen richting de rest. Hè? Ik weet niet of het marathonschaatsen is voor mij dat je daardoor gewoon eerder kan afsprinten. Ja, hier zijn dus punten halen. Dat is waar. Ja. En hier dus krijg je specifieke punten. Ja. Dat is een verschil, ja. Je krijgt gewoon 20 punten en dan sta je weer normaal in het peloton. Dan heb je geen andere status. Helder. Dus bij de marathonschaatsen voor mij, dan kan je gewoon eerder afspelen. Dus dit is de tempo race en dan de volgende is denk ik de afvalrace. Ja, dat is altijd spanning en sensatie. Ja. Als het dan over een sterke koers. Nee, het is super serieus natuurlijk. Maar dat is de laatste over de finish. Die valt elke keer af tot er 1 overblijft. Iedere ronde, dus enorm, ja. Fantastisch, wow. Hè? En daar staat dus ook niet... Ja, het staat dus wel vast hoeveel rondjes dat duurt. Want afhankelijk van hoeveel mensen je start, weet je hoeveel rondes dat duurt. En dan heb je die laatste ook nog. En dan heb je eigenlijk... Dan heb je dus die 3 onderdelen gehad. Dan is er een soort puntentotaal. En dus de nummer 1 heeft het meeste punten. En dan komt de puntenrace. En degene die aan het eind van de puntenrace de meeste punten heeft, die heeft dan het omnium gewonnen. Ja. En daar...
Die puntenrace, ja, dat is ook nog heel ingewikkeld, toch? Dat is ontzettend rekenen. Ja, dat is om de 10 rondes is er een sprint, waar dan 5, 3, 2 of 1 punten te verdienen zijn. En ook weer door die rondes te pakken, kan je 20 punten winnen. Ja. En dan de laatste sprint, die telt ook weer dubbel. Tuurlijk, ja. Hey, maar dit is wel interessant, want jij zegt, dit doen ze op één dag. Hebben ze die 4 onderdelen. En dus dan en dan doen ze dat in een totaal van pak een beet 4 uur of zo? In een avond? Ja, het is echt in het avondprogramma vaak inderdaad ja. weggestopt. Wow. Dus het is ook inderdaad van, ga je alles geven op de scratch? Ja. Of moet je daarover een beetje inhouden bijvoorbeeld? Daar moet je wel weer tactisch mee omgaan. Precies, want het is een ultieme pace energiepuzzel die hier gelegd moet gaan worden. Ja. En ik kan me voorstellen dat een embedded scientist zich ook daarmee bemoeit. Klopt dat? Zeker. Ik kijk daar wel naar om inderdaad te kijken van als iemand bijvoorbeeld... Mensen hebben ook een onderdeel waar ze beter in zijn. Maar de vraag is van ja, wil je per se, als je heel goed bent in de scratch, wil je hem dan in het begin gaan winnen? Hmm. Wil je daar je volledige energievoorraad gaan verspillen? Terwijl, ja, dan sta je naar 1 onderdeel bovenaan. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om naar 4 onderdelen bovenaan te staan. Ja, ja. Ja. Hey, en waarom, ik begrijp dus uit de stelling dat Kopecky heeft gekozen om in Parijs ook het Omnium te doen. Volgens mij kennen wel. Kennen we van het wegwielrennen natuurlijk. Ja. Nou was de stelling, Mathieu van der Poel zou dat eigenlijk ook moeten doen. Zagen we jou heel hard twijfelen, uiteindelijk nee zeggen. Ja. Ging dat om de naam Mathieu van der Poel, omdat hij ook al moet mountainbiken en de wegwedstrijd wil winnen en dan de baan er niet bij? Of was er een andere reden waarom jij twijfelde? Er was zeker een andere reden. Ik denk dat baanwielrennen is echt wel een skill die je moet opdoen. Bijvoorbeeld de fietsen hebben geen remmen. Je moet kijken, natuurlijk Mathieu van der Poel, ik geloof dat hij snel die skill aan kan leren. Want het is, hij kan veel. Hij kan heel erg veel. Maar ik moet wel zeggen dat, en dat zeker bij de puntenkoers zie je dat, als ik die mannen daar zie rijden en die vrouwen, dan denk ik echt van ja, dit kan ik met mijn ervaring op de weg. Ik kan het gewoon niet. Terwijl ik kan wel redelijk in een pelotonnetje rijden. Maar het is zo onderlangs, bovenlangs. Jezelf kunnen positioneren. En daar kan iemand die misschien minder sterk is op pure kracht dan Mathieu van der Poel, wat er een hoop zijn, toch uiteindelijk daar beter zich positioneren. En dan uiteindelijk Mathieu van der Poel verslaan. Omdat het zo tactisch is dus. En dan specifiek ook, dus heel technisch. Ja. Ja, ik bedenk me nu pas een fiets zonder remmen. Ja, ik dacht altijd, maar dan denk ik aan die klassieke sprint of aan die onderdelen waar je zo 1 baanwielrennetje ziet. Ja. Maar als je in een pelotonnetje zonder remmen is best wel spannend. Maar ja, die gast voor je of dame voor je kan ook niet opeens remmen. Dus in die zin ga je natuurlijk met z'n allen door. Maar heb jij nooit op een baan gefietst, Gerrit? Nee, ik heb nog nooit op een baan gefietst. Ik heb wel 1 keer op een baan gefietst. Wat spannend. Is er nog meer typisch aan een baanwielrenfiets? Want ik zit opeens te denken, er zit ook geen versnellingen op, toch? Nee. Of kan dat wel? Geen versnellingen? Nee. Welk verzet wordt dan gekozen? Ja, hangt natuurlijk van de renner af, dat snap ik. Maar voor elk onderdeel hetzelfde? Nee, zeker niet. Nee. Nee, je moet, dat is best wel even een beslissing die je moet maken natuurlijk. Natuurlijk is per renner afhankelijk. Is iemand wat meer in de kracht of is wat meer op de cadans? Ja, maar ik bedoel, ik snap, bij een sprinter gaan we het zo wel over hebben. Maar binnen het Omnium zou je per onderdeel... Heb je de hele dag of de hele avond dezelfde fiets? Ja. Of ga je tandwieltjes wisselen? Nee, we hebben gewoon een mechanieker die tandwieltjes gaat wisselen voor alle fietsen de hele tijd. Ja. En is dat van tevoren al helemaal vastgelegd? Wie doet er mee namens Nederland? Of is dat nog niet helemaal zeker? Dat is nog niet bekend. Ah. En hoe groot is de selectie waar jij je mee bezighoudt? Hoe groot is Team NL baanwielrennen? We hebben best wel wat renners. Maar je hebt bijvoorbeeld bij de duur zijn het ook gewoon wegrenners, zeg maar. En op de weg. Maar we hebben natuurlijk... we hebben Jan-Willem van Schip, kennen we. Ja. Juri Havik. Harry Lavrijsen kennen we. Voor de sprint. Dit is gênant. Ik heb namelijk mijn wekker gezet en ik heb live zitten kijken naar die kilometerrecordpoging. In Aguas Calientes. Hoe heet die ook weer? Matthijs Buchli. Ja, die. Ja. Nee. Buchli. Dat bedoel ik. Nou ja. Wie was het, Gert? Jeffrey Hoogland. Ja, Hoogland. Ja. Kom. Ja. Eén van de twee, hè. Ja. Dus we hebben wel wat grote namen. En je krijgt inderdaad dan wel via de headlines mee dat we het goed doen op WK's en zo. Ja. Maar ja, toch hebben ze een andere status. Gert,
We hebben stellingen in allerlei categorieën. Materiaal, ja. Innovaties, training, voeding. Wat is voor jou als embedded scientist, als wetenschapper, wat is een beetje jouw hot topic? Waar ben jij veel mee bezig? Vooral de data-analyse. We hebben, dat is wel mooi, we hebben via NRC allemaal experts. En bijvoorbeeld, kijk, ik... TU Delft, wat je net zei, scheepsbouwkunde. Dat is net anders dan de gemiddelde bewegingswetenschapper. Maar dat betekent niet dat we geen bewegingswetenschapper hebben die helpt op het programma. Ja. Fysiologie hou ik me minder mee bezig. Ik ben vooral de data-analyse en het materiaal, de ontwikkeling. Ik bedoel, baanwielrennen, jullie hadden ook net één stelling dat het een maakbare sport is. Ja, zei jij, dat is zo. Ja, dat is zo. Dat is natuurlijk, ik moest ja of nee zeggen. Het is altijd genuanceerder. Uiteindelijk is het natuurlijk, kan niemand Harry gaan verslaan door hem net even een betere fiets te geven. Maar het is wel een sport die misschien meer dan het wegwielrennen begonnen is met enorme innovatie. Qua aerodynamica, dus ook qua pakken, helmen. Maar dat zijn wel de dingen waar ik me graag mee bezig had. Ja, en toch zeg je op de stelling die haaienkoppenhelm. Ja. Nee, natuurlijk weten we ook, hè, dat, tenminste, ik weet niet of alle luisteraars dat weten, maar dat is een samenwerking tussen Visma Leasebike en de helmenleverancier partner. Hebben ze in-house daar samen ontwikkeld, dus dat zal jij geen toegang toe hebben. Maar wat dacht je toen je dat zag? Nou ja, ik vind het super vet natuurlijk. Dit is een heel makkelijk antwoord op jullie stelling, want hij is niet toegestaan om op de baan te gebruiken. Ah, waarom niet? Zijn dat verschillende regels? Dat heeft de UCI zo, hij is toegestaan, maar niet op de baan. Maar dan is het ook nog de vraag, we hebben, wat net ook al verteld, dat is geen ploegenachtervolging op dit moment. En die helm is behoorlijk ontwikkeld voor de houding, hoe je op een tijdritfiets zit. Ja. Als ik het goed begrijp. En die houding hebben wij niet. En dan zou het zomaar kunnen zijn ook dat die helm helemaal niet presteert bij ons zoals die bij een tijdritrennen doet. Ik ben wel benieuwd hè, naar. We hebben het al, of dat komt regelmatig in nieuws, natuurlijk, de windtunnel testen, et cetera. Hoe kijk jij naar aerodynamica? Waar doe jij je metingen? Ja, er zijn eigenlijk. De aerodynamica, hoe ik daarnaar kijk, dat is ook eigenlijk hoe ik in de sport gekomen ben. Maar dat is super belangrijk. Dus je hebt eigenlijk je levert vermogen en dat gaat ergens in zitten. Nou, je hebt rolweerstand en dat is een klein deel en de rest is aerodynamica. En hoe hoger de snelheid wordt, hoe relevanter een goede aerodynamica is. En dus het is superbelangrijk om dat te meten. En eigenlijk heb je daar drie methodes voor. Kan met computersimulaties, kan in de windtunnel. En het laatste is eigenlijk wat wij veel doen is op de baan. Dus we kunnen vermogen meten. Als we dan de andere verliezen kunnen inschatten, dan blijft er een term over. En dat is dan het vermogen dat in de aerodynamica gaat. En dan kunnen we aanpassingen doen. En dan kunnen we kijken of dat vermogen meer of minder is geworden. En dat geeft je dan een goede inschatting van een winst in aerodynamica die je pakt. Ja, en dit kan, Gert, omdat de baan en de omgeving waar je werkt natuurlijk zo constant is. Er is geen buitenwind, er is geen wegdek. Die zijn allemaal constant. Ja. Dus dan heb je inderdaad een beetje je rolweerstand van je band en je tandwielen. En dan maak je factortje voor. En ja. En dat is want je hebt een artikel over geschreven, zag ik. Ja. De Kinect heet het, denk ik. Of is het merk wat het maakt? Ja, je hebt het. Omdat het natuurlijk niet helemaal waar is dat er geen wind is. Want er is geen buitenwind. Maar als je gaat rijden, dan ontstaat er natuurlijk wel rijwind. Rijwind. En daarvoor hebben we. Voor mij, ik heb dat in de tijd met Teun van Erp, die jullie ook in de podcast hebben gehad, onderzocht. Dat is een pitot-tube, heet dat. Die zetten we voor op de fiets en daarmee kunnen we die wind meten. En dan kan je nog nauwkeuriger dus bepalen van wat is nou echt het vermogen dat in die aerodynamica, in die positie van die renner en die fiets zit. Ja. Komt daar dan we hebben het over dat device wel eens gehad. Met Guido ook. Hè? Met Guido Vroemen. Ja. En toen was de conclusie, dat is lastig voor buiten, want dan heb je zijwind en diagonale wind. En dat is jouw voordeel, Gert. Dan kun jij natuurlijk op de baan beter mee uit de voeten. Zeker, ja. Komt daar dan een soort schatting of kan ik daar een CDA-waarde uit afleiden? Uiteindelijk wel, ja. Ja, die heeft gewoon een lange wiskundige formule. Ja. Die ik
nu ineens uit mijn hoofd kennen, zeg maar, door er zoveel mee te werken. Ja. En er zitten allemaal termen in en er zit CDA ook in term. Ja. Dus er zit bijvoorbeeld de luchtweerstand in. Dus het aantal kilogram van een kubieke meter lucht. Ja. Als je al die termen, de snelheid eruit haalt, of, dan blijft er een CDA-waarde ja. over. Dan heb je natuurlijk twee dingen. Waarom vind je dat zo boeiend, Jurgen? Neem onze luisteraars even mee, want jij schiet een tunnel in. Nou, kijk, als mensen praten over bijvoorbeeld werelduurrecord of bij tijdritten, en Guido doet dat ook, die kun je al bijna voorspellen aan de hand van het getrapte vermogen en de CDA-waarde en de afstand die gereden moet worden in dat uur of bij die tijdrit. Ja, dan kun je al schattingen maken over de eindtijd eigenlijk. Dat is eigenlijk een hele simpele formule. Inderdaad, een beetje schatting van de rolweerstand. En daardoor is het eigenlijk, dat is mensen hebben het altijd, wat zou de CDA-waarde zijn van die en die en die en die? En je was zeggen, Gert kan dat gewoon uitrekenen. Ja, en het is, nou ja, en dat zijn natuurlijk, er wordt best wel veel, men is best wel transparant tegenwoordig. Maar een paar dingen worden er nooit naar buiten gebruikt. In ieder geval niet de CDA-waarde van een wielrenner. Dan zou je de concurrentie herken je dat, Gert? Is dat top secret kennis binnen de KNWU? Nou ja, zeker. Het geeft natuurlijk wel aan hoeveel vermogen jij verbruikt om een bepaalde snelheid te halen. Ja. De rest is vrij makkelijk te schatten. Wat ik heel interessant vind, je hebt natuurlijk de houding op de fiets. Nou ja, dat kennen van tijdrit, et cetera. We zien natuurlijk ook Harry en zo wel in de beugels, de sprinters. Maar vooral als ik naar die fietsen kijk, en nou, daarvoor hadden we die stelling over die Engelsen. Hoe kan het toch zijn dat die Engelsen ineens met die vorken, die voorvork, achtervork kwamen, die enorm afstand tot eigenlijk het wiel hadden? Echt zo'n hele brede vork. Wanneer kwamen ze daarmee? Dat was voor Tokio. Tokio, ja. Die hoopfiets. Ja. Dat hebben ze nog steeds volgens mij. Klopt. Ja. En waarom hebben jullie... Wonnen ze daarmee? Nou ja, het gonste toen wel van Jezus, wat hebben ze... Nou ja, dat is een goede vraag dit. Ja, toch? Dat is een goede vraag. Wonnen ze ermee, Gert? Ja. Schrok jij destijds of niet toen je dat zag? Of had je zoiets, waar komt dat nou vandaan? En leg mij uit van waarom hebben zij voor die benadering gekozen? Ja, nee, ik schrok daar niet van. Ik vind dat fantastisch. Het is mooi als je bij zo'n toernooi bent. Dan staan al die fietsen op het middenterrein. Mm-hmm. Ja, dat is echt als engineer, zeg maar, als je houdt van techniek, fantastisch om daar rond te lopen en te kijken. Ja. Maar inderdaad, uiteindelijk heeft Kenny wel de keien gewonnen door goede tactiek. Maar uiteindelijk was onze fiets toch wel sneller, denk ik daar. En onze renners. Ja. Ja. Maar het idee erachter is, als we dan over die CDA-waarde hebben, daar heb je A. is het frontaal oppervlak. Ja. En hun designfilosofie is eigenlijk geweest van, ja, die benen die zitten er. Dus die creëren een frontaal oppervlak. Als we dan die voorvork en die achtervork in lijn van die benen zetten, dan reduceren we het frontaal oppervlak. En dan krijg je ook nog stromingen achter die benen, achter die vork, die dan misschien met de benen weer daar wat meer turbulentie veroorzaken, waardoor de snelheid daar wat lager ligt. Daar weet ik het best niet van. Ik zou graag die fiets in de windtunnel doen. Maar dat... ja. Praat jij wel eens met de engineer of de embedded scientist van de Britten? Of van de Italianen? Of van de Australiërs? Van de concurrentie? Ja, heel veel. Dat is best grappig. Ja, een van de taken die wij... ik praat ermee, maar ik verklap niks. Dat is belangrijk. Maar is hij dan wel aan jou? Of is dat allemaal een beetje broodjes gebakken lucht uitwisselen? Nou, dat is altijd wel een spelletje dat ik probeer te spelen op een toernooi. Een van de taken tijdens toernooi is gewoon het filmen van die races. Want we gebruiken die beelden om tactiek eruit te halen en ronde tijden, et cetera. Dus wij hebben altijd een videoplatform. Maar dan met al die wetenschappen, die spreek ik tijdens een toernooi meer dan mijn eigen team. Ja. Wacht even, je bedoelt nu letterlijk een platform, hè? Een fysieke plek. Want het woord platform, zeker als je het over data hebt, betekent een van alles. Plek, ja. Nee, dus daar sta je en dan is het altijd een beetje, het voelt soms wel gek, want je weet zeker dat je met dezelfde dingen bezig bent, maar je kan er niet over praten. Maar sommigen die zijn wat loslippiger dan anderen en daar kom je dan op een gegeven moment achter en dat is altijd wel interessant. Ik durf het bijna niet te vragen, maar Gert, kan je één dingetje vertellen wat je zo eens te weten bent gekomen, dat je denkt, haha, toen wist ik dat, de Britten of de Italianen? Ik moet goed nadenken hoor, want ik wil ook niet mijn positie van... Nee, maar daarom vraag ik het voorzichtig. Ja. Ik denk, misschien heb je wat. Ja. Maar
Ik wil nog even terug, Gert, want jij zegt waar ik vooral mee bezig ben is data-analyse. Nou, we horen al veel data over wind en CDA-waardes en windweerstand. Vermogens. Wat is voor jou de belangrijkste, of wat zijn voor jou de belangrijkste waarden die jij altijd moet hebben om te leren en te analyseren naar aanleiding van een race of een renner? Uiteindelijk natuurlijk vermogen. Maar dan is er een belangrijke ding bij de sprint. En dat is namelijk, want vermogen is natuurlijk eigenlijk, ja, we doen dan de cadans maal de torque die we leveren. En de torque, kun je meten, hè? De ja. kracht die op dat pedaal. Ja, waar meet je eigenlijk in de crank of in de trapper? Nee, in de spider. Dus ja, wel in de, echt de, binnenin. In de onderdeel van de crank. Ja. Binnen in het werk, oké. Okay, ja. Ja. Maar wat het belangrijk is, zeker bij een teamsprint en ook een kilometer, dus wat Jeffrey ook gedaan heeft, dan beginnen ze eigenlijk van nul snelheid. Dus ja. Dan is er nog geen vermogen. Maar het is super belangrijk, want die eerste trap die is al zo belangrijk voor hoe je uit de startgate komt en hoe je op snelheid komt. En daarom is het heel belangrijk dat we de torque meten. En dan is het ook heel belangrijk dat we daar ten opzichte van een wegpower meten, die denk ik heel veel luisteraars gewoon op hun fiets hebben, dat we ook op veel hogere frequentie kunnen meten. Mm-hmm. Want als je bijvoorbeeld kijkt een topsnelheid van rond de 21 meter per seconde, als je dan echt kijkt, als je één meting per seconde hebt, dat betekent het dat je om de 21 meter één meetpunt hebt. Ja. Dat zit natuurlijk heel anders dan dus op de als weg. Je zegt een hoge frequentie, dan heb je het echt lekker als goede Delftse ingenieur over hoe vaak het apparaatje een meetwaarde registreert en kan communiceren. Ja. Ja. De sample-frequentie. Ja, de sample-frequentie, ja. Ja, nou, ik wil het niet down-dummen, maar laten we toch ook proberen alle luisteraars mee te nemen. En heb jij dan contact met de vermogensleverancier of met TU Delft, dat je zelf hebt zitten knutselen aan een meter of een rekstrookje, nee. Uiteindelijk wat gewoon jou die informatie geeft die je nodig hebt op die hoge frequentie? Nee, dat zou ik wel heel leuk vinden. Maar uiteindelijk, het is vroeger bestond al langer, maar dan was het meer de laboratoriumcrank. Dus dan heb je een enorm lomp apparaat dat een keer leuk is. Of je moet inderdaad op een Wingate fiets of zo'n lode fiets gaan zitten. Daarmee kon je dat al. Mm-hmm. Maar omdat die vraag er gewoon is, zijn fabrikanten daar gewoon op ingesprongen. Ja. Dat is wel in de ontwikkelingsfase nog, maar die kan je wel gewoon kopen nu. Ja. En dat is dan echt voor het baanwielrennen specifiek. Gert, dan heb je dus hele gedetailleerde data over hoeveel kracht er op welk moment in zo'n race geleverd wordt. Ja. Nou en? Nee, maar bedoel, wat doe je daarmee? Welke analyses trek je erop en hoe probeer je daar je renners mee te verbeteren? Uiteindelijk is het natuurlijk de belangrijkste tool die je hebt, is gewoon werken de trainingen die wij doen. Wordt de kracht meer? We meten kracht in een krachthonk. Maar ik denk niet dat de allersterkste man op de wereld ook het snelst op de fiets is. Dus ja, je moet gewoon kijken hoe kunnen we en die kracht, maar ook die snelheid, hoe kunnen we dat blijven monitoren? Dus dat is een van de dingen. En je kan er inderdaad ook analyses op gaan doen. Als je de vermogen hebt, dan kan je daarmee ook een snelheid gaan berekenen. Dus dat soort dingen. Ja. Ja, dus je wil weten, want daar komen we zo ook even op. Over training zei jij, hij kan beter een half uur in het krachthonk gaan zitten dan een half uur op de fiets. Ja. In een krachthonk kan je natuurlijk heel goed zien, kan ik vandaag, nou, wat zullen we zeggen, 85 kilo of 95 kilo wegduwen met mijn benen. En jij moet dan meten, ja, maar zie ik dat daadwerkelijk ook terug op de baan en zo niet? Ja, dan moet je waarschijnlijk met je biomechanicus of met je inspanningsfysioloog gaan zoeken wat gebeurt hier. Kun jij, Gert, van meteen online dat bekijken allemaal? Dat je die data meteen real-time binnenkrijgt via Bluetooth-achtig gebeuren of nou ja. Real-time is voor ons niet per se heel relevant. Dat is ook grappig, bij het baanwielrennen mag je ook geen, dat is een regel, je mag je vermogen niet zien tijdens een wedstrijd. Oké. Ah. Ja. En jij ook niet? Voor mij officieel niet, nee. Nee. Maar dat is ook niet, zeker voor de sprint niet belangrijk. Nee. Maar dat zo'n 200 hertz, dus 200 metingen per seconde, wat wij doen, dat kan niet volgens de Ant Plus. Ja, nu wordt het heel technisch. Ja, maar dat kennen we allemaal wel van onze apparaatjes. Ja. Ja.
Dus dat, dat wordt dan gedaan door op de krenk op te slaan. En dan kan ik later heel ouderwets met een snoertje langs die krenk. Ja, ja. Om dat verboden af te halen. Oké. Ja. 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 Okay. En je bent er nooit met een snoertje toevallig bij een fiets van een concurrent. Dat je hem daarin geplukt hebt. Mag je die fietsen aanraken van die concurrentie? En, of moet je op een afstandje... Ik denk dat er een ongeschreven regel is dat het niet heel netjes is om het te doen. Okay. Maar het gebeurt nog wel eens hoor. Dat je dan s'avonds als laatste er bent. En dan even voelen hoe een grip zit. Even... Ja. Oh ja. Oké. Leuk. Hey, en ja. Heb je al genoeg ingeleid? Op zich ben jij niet de inspansfysioloog. Maar toch even die stelling. Beter een half uur in het krachthonk dan een half uur op de fiets. Licht eens toe. Nou, dat is ook interessant. Dit is dan echt puur op de sprint. Kijk, de verzetten bij de sprint, die zijn enorm. Er zijn zelfs bladen van 70 tanden voor. Mm-hmm. En voor mij, de standaard fiets die je in de winkel koopt, heeft er 52 als grootste voor. Dus dat is een enorm verschil. Ja. Dus het is, ja, daarin is het een enorme krachtsport geworden. Dus ja, die kracht die moet je zeker onderhouden. En kijk, je kan het echt niet alleen met in het krachthonk oppakken. Maar het is wel een heel belangrijk element van het baansprinten vooral. Want wij hebben het met Guido wel eens gehad over torque trainingen op de fiets. Ja, ja. Gewoon een loei zwaar verzet zien rond de trap is ook een soort krachttraining. Is toch niet zo effectief dan echt, volgens mij doen zij veel squats met gewichten dan die ze op hun schouders hebben. Nou, dat wordt ook wel gedaan hoor, met zware verzetten op de baan trainen. Maar dat is natuurlijk dan ook weer een neurologische training die je daar doet. Omdat je de beweging doet, die je uiteindelijk in een wedstrijd ook gaat doen. Ja. Maar de pure kracht trainen en het zwaar belasten, dat kan je eigenlijk alleen maar in de gym doen. Oké. Maar dan komt natuurlijk de andere kant. Ik moet denken aan Jeroen Otter, short track. Ook veel rondjes, ook super tactisch, ook duwen, trekken, positioneren. Als we dan even kijken, niet naar de sprint, maar die meer omniumachtige tactische nummers waar je ons net in meenam. Hoe trainen ze dat? Nou, eigenlijk dat zijn dus wat meer gewoon wegwielrenners. Dus die zullen wat meer de trainingsschema's die jullie voor mij ook veel in de podcast besproken hebben. Ja, dat begrijp ik. Maar het tactische spel. Ja, want jij zegt Mathieu van der Poel, leuke wegwielrenner, die kan dat niet. Dus is dat dan alleen de wedstrijden of hoe trainen of hoe oefenen ze dat spel? Nou, dat is ook gewoon heel veel ervaring opdoen. Ik denk dat Juri Havik het perfecte voorbeeld is van iemand die dat supergoed kan. Ik zou ook, kijk naar zijn wedstrijden. Kijk hoe die onderlangs door het peloton kan komen. En Juri is natuurlijk iemand die echt uit het zesdaagse komt. Dus dan rij je gewoon 6 dagen lang meerdere van die races. Soms ook, wij hebben dan de Olympische baan in Parijs, is 250 meter. Maar daar zijn de banen soms veel korter. Dus dan moet je nog meer sturen, nog meer eromheen, eronderdoor. Dus dat is een enorme ervaring die hij opgedaan heeft door dat al jaren te doen. Ja, hij komt ook echt uit zijn familie volgens mij. Hè? Echt een wielrenfamilie en waarschijnlijk baanwielrenfamilie. Ik weet uit die tijd van Beukenboom inderdaad. Toen ben ik ook gaan kijken. Toch voor de nieuwe luisteraars. Dion Beukenboom is de wielrenner die jij gevolgd hebt voor je boek. En die net niet haalde toen eigenlijk. Maar wel veel op een baan zat. Ja. Het is toch een, helaas best wel een klein wereldje. Want wie stuurt zijn kind eigenlijk op baan wielrennen? En het, wat jij al zegt, ervaring doet er wel toe. Dan ben ik toch benieuwd hoe van Schip, die zien we niet meer zoveel op weg. Maar zo'n Viviani en zo. Ja, komen die oorspronkelijk uit het baanwielrennen en zijn overgestapt? Of is het te combineren in jouw ogen wel? Ik denk dat het zeker te combineren is. Ik zou ook iedereen aanraden om het vaker te doen. Het is toch weer een andere krachtsinspanning. Dus ik denk dat je er ook als duurrenner sterker van wordt. Ja. Maar uiteindelijk zie je natuurlijk wel op de weg zijn ook hele drukke agenda's. Dus misschien is dat nog wel het lastige. Ja, het was natuurlijk traditioneel in de winter ging je de baan op. Seizoen en de baan is een wintersport. Ja, en nu is het echt wel, de wedstrijden zijn in de zomer. Dus ja, maar de Olympische Spelen is ook in de zomer. Dus ik dacht nog even, ervaring is één ding. Het andere is natuurlijk beelden. Jij neemt beelden op. Wat doe je ermee? Kijk jij daarnaar? Kijken de renners daarnaar? Kijk je er samen naar? Ja, hoe kijk je daarnaar? Nou, ik kijk er naar, maar ik probeer er altijd als een hele analytische manier naar te kijken.
Dus hoe lang gebeurt iets? Welke positie zitten ze? De coach kijkt naar. Is het dan vooral voor de tactische nummers, Gert? Of ook gewoon voor de sprint of de treintjes? Ja, nou, maar meer. Voor alles eigenlijk. Mm-hmm. Zeker voor de sprint is het heel belangrijk. Omdat je natuurlijk elke tegenstander heeft een bepaalde manier van een race opbouwen. Oh, ja. Als je dat weet, als je daarop kan anticiperen, dan kan je je eigen tactiek bepalen om dat te slaan, bijvoorbeeld. Dat ben ik wel geïnteresseerd. Hoezo? Hoe zie jij dat? En waarom is dat zo? Is dat fysiologisch zo? Is dat mentaal zo dat iemand gewoon heel snel wil scoren? Is dat. Ja, dus jij zegt eigenlijk elke tegenstander heeft wel een bepaalde blauwdruk of zo van zijn manier van rijden. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, sommige mensen die houden er niet van om heel erg omhoog te komen in de baan. Dus die zullen langzaam het tempo op gaan voeren en die zijn ook sterk genoeg om dat te kunnen en dan alles op te vangen. Okay. Je hebt mensen die sturen liever naar boven en gebruiken de baan om daarmee snelheid te pakken. Dus jij kijkt ook echt van, ook bij die koppelkoers, dan heb je natuurlijk degene die... Dat is een nummer, dat hebben we nog niet gehad. Dat moest je van tevoren, een circusnummer. Ja, dat is met dat, dat je echt overneemt van elkaar, hè, met die arm. Ja, je zit hier te zwaaien met je arm, maar ik zie het nog niet voor. Gert, dus we vragen het even. Gert, leg mij de koppelkoers eens uit. Ook wel de... Ja. Koppelkoers is... Kijk, ik zou het kort doen om het een circusnummer te noemen. Want het is een enorme skill. Maar het is, ik denk als je iemand zonder de regels het laat kijken, dan begrijp je er niks van. Je rijdt hem in koppels, dus met z'n hoeveel, tweeën. Hoeveel koppels? De landen hebben een koppel, zeg maar. Dus bijvoorbeeld acht koppels in de baan of zo? Nee, wel meer. 20 of zo. Oh, oké. Okay. Ja. Weer zo'n heel peloton. Dus het is helemaal vol. De hele baan zit vol. Ja. En ligt er ook aan wat voor banen. Bij een 250 meter baan mogen er meer koppels meedoen dan bij een 200 meter baan. En dan? En dan rijdt er altijd één iemand in het peloton. Of één iemand rijdt in de wedstrijd. En de andere die rijdt uit de wedstrijd. En ze kunnen elkaar afwisselen door elkaar aan te raken. En in de praktijk is het snelste om dan een slinger te geven aan elkaar. Dus de snelheid over te geven. Dus de rijder uit de wedstrijd, die kan zo voorstellen, gaat helemaal op de buitenbaan. Of die gaat omhoog zitten of zo. En laat zich dan invallen. Ja. Ja. Ja, en die heeft, dat is ook wel weer mooi. Die heeft natuurlijk ook ineens overzicht over wat er gebeurt. En die kan dan gaan nadenken, hoe moeten we ons positioneren? Jij hebt echt nog nooit gekeken, nee, Gerrit. Ik heb me nog nooit echt in beeld. Ja. En hoeveel rondjes duurt zoiets? 200 ronden bij de mannen. Dus 50 kilometer. En dan 30 bij de vrouwen. Ja. Zo. Ja. Maar dan kijk jij dus ook naar de niet-actieve fietser, zullen we maar zeggen. Degene die aan het herstellen is. Hoe hoog die rijdt en hoe hard die dat doet. En wanneer die weer naar beneden duikt. En, want je hebt natuurlijk ook te maken met een... Dit lijkt heel erg op voetbalscouten, toch? Gewoon de tegenstander... de tegenstander analyseren. In welke penalty schiet hij? In welke hoek schiet hij de penalty? En waar loopt de verdediger te flansen? Ja, ik denk dat het nog wel een goede toevoeging is aan de koppelkoers. Dat het een beetje hetzelfde format is als de puntenkoers qua hoe kan je zo'n race winnen. Hmm. Dus het is niet het eerste koppel dat over de finish komt. Maar het is om de 10 rondes weer een sprint van 5, 3, 2 of 1 punten. Ja. En door peloton te lappen kan je 20 punten pakken. Ja. Ja. Dus daarin is het ook heel belangrijk van hoe ga ik zorgen dat ik aan het eind van de race de meeste punten heb. Ja. Doe ik dat door een ronde te pakken of doe ik dat door meerdere sprints te pakken? Ja. Dus de positionering is heel belangrijk. En daar zeg je, daar heeft toch wel elk koppel heeft een beetje zijn eigen tactiek daarin. Waar jij inmiddels door... Ja, jij zegt de hele tijd, Gert, ben je alleen verantwoordelijk voor het verzamelen van de videobeelden of moet jij ook de inzichten oplepelen? Eigenlijk is dat wel grappig. Je doet natuurlijk nooit iets alleen. We doen daar analyses op. Gebruiken we ook de expertise van de renner in. Uiteindelijk voelt niemand beter hoe zo'n race gegaan is dan de renner zelf. Je praat ermee over de coach. Maar het data-ding, dat verzorg ik dan voor ze. Mm-hmm. Ja, ja. Is er dan van tevoren, we hebben het regelmatig over pacen gehad, hè? Hoe je het indelen van de race. Daar is denk ik, een tactisch plan ligt daarbij al klaar natuurlijk. Toch? Denk ik? En dat wordt zo'n tactisch plan dan... Ja,
Dat kan ook wel eens bijgesteld worden, et cetera. Doen die renners dat dan helemaal zelf? Nee, we hebben een coach. Oké. Okay. Dus die kan ook... Kijk, het is natuurlijk altijd lastig om te communiceren met de renners op de koers. Want we mogen geen oortjes gebruiken, zoals ze bij het wegkomen hebben. Je kan sommige dingen wel een beetje aangeven of je het anders wilt doen. Maar vaak zie je ook wel dat... mensen die dus zo'n zesdaagse al jaren achter elkaar rijden, die voelen ook heel goed aan hoe zo'n koers loopt. Ja. En wat op dat moment nodig is om bijvoorbeeld van een plan af te wijken. Ja. En zij weten gewoon precies van hoe de punten ook ervoor staan tijdens die race. Want natuurlijk, dat verschijnt op het scherm, dat snap ik. Maar in alle hectiek kan ik me voorstellen dat je het niet hoort of ziet of... Nee, want dat is dus het leuke aan de koppenkoers, is dat er één iemand bovenin rijdt. Ja. Die rijdt met 30 km per uur, terwijl ze beneden met 60 km per uur rondjes rijden. Uh-huh. Dus die kan even kijken en die kan, je hebt dan, een paar seconden als je overgeeft om iets door te schreeuwen. Ja. Dat zijn de momenten om te herstellen, maar ik kan me voorstellen dat de ene keer wil je iets langer herstellen dan een andere keer. Dus degene die bovenin is, die bepaalt natuurlijk uiteindelijk wanneer die onderin eigenlijk zijn rust krijgt. Maar... Ja, die kan door... Kijk, als je bovenin harder rijdt, dan duurt het langer dat je weer ingehaald wordt door het beton. Dus dat betekent eigenlijk dat degene beneden wat langer rijdt. Ja. En op die manier kan je... Dat is het spelletje. Daar kunnen we op letten als we zitten te kijken. Als ze de volgende keer dat ze elkaar weer tegenkomen, dan wordt er weer overgegeven. Ja, en zo probeer je te positioneren dat als jij een sprint wil winnen, dat je... perfect uitkomt en dan dat de afmaker niet te lang in de baan hoeft te zitten en alweer vermoeid is, dan weer ingehaald wordt. Ja. Helder. Maar die, nog eens, want diegene bovenin, die kijkt natuurlijk, als diegene onderin een kop rijdt, dan denkt hij, ik moet wat sneller aflossen, want dit kost veel meer energie. Zo werkt het ook, neem ik aan. Er is dus dat is het leuke aan de koppenkoers. Ik vind de koppenkoers een van de meest fantastische dingen om naar te kijken. Het is, de tijd vliegt. Want er gebeurt zoveel. En je kan inderdaad op die manier kan je heel erg tactisch bezig zijn. En is het veel meer tactiek dan een tijdrit bijvoorbeeld, waar het toch echt op pure krachten aankomt. Ja, precies. Dan zit ze alleen. Want even snelle check. Dit zijn allemaal wel Olympische nummers, hè, Gert? Of is dit. Koppenkoers, zeker. Tot nu toe. Ja. Ik neem aan dat Van Schip en Havik wel al zeker zijn dat zij de koppenkoers gaan doen. Of ook nog niet? Nee, er is nog niks zeker op dit moment, eind maart 2024. Spannend, joh. Ik ben nog even terug bij die videoanalyse. Heb jij het ook over de sprint? En opeens denk ik: oh ja, maar dat beeld ken ik ook wel. Sprint op de baan. We hebben het natuurlijk over de befaamde surplus. De surplus, ja. Doe jij daar nog iets mee als wetenschapper? Kijk je daarna, onderzoek je daar? Heb je daar inzichten over die leuk zijn om te delen? Ik geniet er vooral van. Het is een mooi ding. Maar het wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Er is ook een regel dat er een maximale duur aan zit. Ja. Omdat die renners gewoon zo goed zijn, die kunnen eigenlijk een uurtje stil gaan staan. Ja, dan wordt het geen... geen leuke sport meer. Ja, toch maar even iedereen meenemen. Hè? Dus dat gaat over wie moet er voorop fietsen in feite. En dan ga je dus proberen stil te staan. Want dan moet die ander langs als hij niet meer stil kan staan. Ja. Want voetje aan de grond is af. Of, dat mag niet, nee. Nee, maar wat dus, gebeurt er als dat gebeurt? Oh ja, precies. Ja, daar wordt afgefloten. Oké, helder. En hoe lang mogen ze maximaal stilstaan? Heb je dat zo paraat of is dat te regelspecifiek? Mij 15 seconden, maar dat gebeurt dus niet zo vaak. Maar het idee daarachter is dus de sprint. Dat is een onderdeel waarin je drie rondes tegen één tegenstander rijdt. Ja. En dan zie je vaak, je kan niet drie rondes vol gas gaan. Als je dat doet, dan duikt diegene in jouw slipstream. En die kan er dan wel overheen. Dus je probeert ook inderdaad... Als jij zegt, ik heb dat ik meer kans maak tegen deze tegenstander om achter zijn rug uit te komen en over hem heen te gaan. Dan probeer je zo langzaam mogelijk te gaan op een plek waar hij moeite heeft met stil te staan. En dan moet hij er langs. Ja. En dat zijn allemaal tactische dingen die je kan toepassen. En je start naast elkaar, hè? Ja, je start dus naast elkaar. Dus die positioneringsspel, dat begint al meteen? Nee, je moet de eerste halve ronde moet je op loopsnelheid afleggen. En dan, dan begint het. Ja. En dat het op gang komen, er zijn natuurlijk enerzijds door te trappen. Maar de andere is natuurlijk het gebruik maken van de banen met de bochten. Ik neem aan dat ook, dat je daar ook met de kunnen video naar kijkt. En toch? Wetenschappen. Naar hebt gekeken wat de ideale lijn is om
binnen pak een beetje 3 seconden van 200 watt naar 1000 te gaan. Of dat, zo werkt het inderdaad, van dat de sprinters precies weten, daar moet ik van hoog naar laag gaan. Maar dat doen ze dan allemaal, toch, denk ik? Klopt. Maar het is niet een precies weten. Kijk, de baan is best wel hoog. Hmm. Dus ook, mocht je het geluk hebben om een kaartje te hebben voor Parijs en die baan eens kunnen zien, ga in de bocht en kijk naar beneden. Dat is echt wel eventjes anders dan je verwacht. Is die baan inderdaad, want ik weet, elke baan is net even anders. Ik ben wel eens in Alkmaar geweest en in Apeldoorn en in Sloten. Is er nog iets specifieks inderdaad ook aan die hoek in Parijs? Quentin de Yvelines, waar het wordt gehouden. Saint-Quentin de Yvelines. Ja, zeker. De renners vinden het een hele fijne baan. Hij heeft steile bochten, dus je kan hard door de bocht heen. Elke baan is wel anders. Dat is wel heel grappig, zeg maar. Dat is iets wat je niet verwacht. Maar dat, als je er zelf op rijdt, merk je het ook gewoon. Dat sommige bochten veel makkelijker insturen en andere moeilijkere transitie hebben. Dus dat kan je ook zeker helpen in je tactiek. Ja. En hoeveel tijd mogen die renners daar al op die baan doorbrengen, zoveel ze willen? Of hoe werkt dat? Nee, dat is als we naar een normaal toernooi gaan, kan dat soms 2 dagen zijn dat je op de baan rond kan rijden. Maar goed, uiteindelijk kennen ze ook wel veel banen natuurlijk. En lijken banen ook wel weer op elkaar. Ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld sommige bochten die blijven omhoog lopen tot het midden en zakken dan weer af. En sommige lopen stijl omhoog in het begin en blijven dan vlak. Oh ja. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je mee wil nemen in je tactiek van je race. Ja. Want je kan heel veel snelheid halen door van boven naar beneden te storten. Mm-hmm. Ja. Ja, precies. Ik ben nog even benieuwd. Ik kijk ook een beetje op de klok. Gert, Parijs is nog ver, maar ook over een paar maanden. Wat is jouw rol de komende maanden nog? Waar ga jij je in vastbijten? Wat ga jij voor dit team betekenen? Kijk, we hebben vanuit de UCI een regel dat we geen innovatie dit jaar meer mogen brengen. Oh. Dat is wel interessant. Dat komt er denk ik uit omdat eigenlijk al die rijke landen vrij ver van op het moment zelf met ineens een nieuwe fiets kwamen en ineens een nieuw pak. Mm-hmm. Dat willen ze een beetje aan banden leggen dat de sport wat eerlijker wordt. Dus alles wat wij aan innovatie gaan brengen, dat hebben we al een keer gereden. Dus daar is niet veel meer aan te doen. Dus vandaar jouw antwoord op de stelling. Ik heb geen nachtmerries van de Britten die met een gekke fiets komen. Want dat mag helemaal niet. Nee, ik weet al hoe die fiets eruit gaat zien. Okay. Dus wat ga je wel doen? Op dit moment is eigenlijk gewoon de trainingen die we gepland hebben afronden. En op sommige momenten probeer je wel te kijken van waar zijn nog makkelijk winst te halen. Bijvoorbeeld... aerodynamica is een ding waar je heel makkelijk wattages kan binnen, noemen we dat eigenlijk. Door naar een positieverandering te gaan, kan je ineens een hoeveelheid watts winnen die je in training heel moeilijk haalt. Dus dat zijn nog wel de laatste fine-tune dingen. Maar goed, uiteindelijk wil je ook in een bepaalde houding goed getraind naar de spelen gaan. Dus je wil ook niet te veel meer aanpassen. En ook vertrouwen in wat je deze hele cyclus hebt neergezet. Is dat dan waar die video-analyse van jou en die vermogensanalyse samenkomen in feite? Dat jij kijkt naar vermogensdata, snelheid en even kijkt, hey, zie ik nou iets geks in de positie? Ja. Nou, bijvoorbeeld een goed voorbeeld daarvan is het sprinttoernooi, waar we het net over hadden met die surplus. Die heeft een kwalificatie. En die kwalificatie is eigenlijk heel belangrijk. Dus dat is een 200 meter vliegend. Dat is eigenlijk jammer, die is altijd heel vroeg in de ochtend. Terwijl ik vind hem super spannend. Het is, je hebt 3 rondes om 200 meter zo snel mogelijk af te leggen. En daarin kan je dus wel bijvoorbeeld, je filmt dat. Van onze renners heb ik vermogens. En daar kan ik bijvoorbeeld ook de vermogens van iemand die het heel snel gedaan heeft vergelijken met iemand die minder heeft gedaan. Van waarom, terwijl jullie even sterk zijn, heb jij een snellere 200 meter gereden. Dat soort aanpassingen, die zijn heel interessant om uit de data te halen, zeg maar, die patronen. Dus dat zijn nog wel dingen waar ik mee bezig ben. En waar het video en het vermogen samenkomen. Ja. En misschien is het ook wel een interessante. Want ik voor de podcast, toen klapten jullie even om het geluid en het beeld samen te zetten. Ja. Toen wilde ik daar wat over zeggen. Ja. En dat is iets wat hier gebeurt. Want dat is iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Als je een videofilm maakt en je hebt vermogen,
ja, dan wil je dat ook samen krijgen. Dus dan moet je ook weer een tactiekje verzinnen van hoe krijg je dat precies het vermogen samenloopt met het videobeeld. Ja, dan, hoe doe je dat? Ja, bijvoorbeeld ook het ronddraaien van een wiel in de lucht kan iets zijn om eventjes vermogen. Kijk, uiteindelijk heeft een kan je ook GPS-tijd gebruiken natuurlijk. Dan wordt het heel technisch. Maar als je dat niet hebt, dan moet je tot dat soort dingen gaan, gaan doen. Of bijvoorbeeld, je weet ook dat een renner nooit een meter te veel zou trappen. Dus na de finish zakt het vermogen naar nul. Nou ja, dan zal die daar rond de finish komen. Dat wel de finish. Ja, dat kun je natuurlijk ook op je video zien wanneer die zijn benen stil gaat houden. Ja. Ja. Hey, ik zat nog even, jij zei alles is al aangemeld of je moet het al een keer gebruikt hebben, in ieder geval qua fietsen, maar dat geldt ook voor sokken en voor helmen en voor pakken. Brillen, pakken, alles. Ja. Ja. En volgens mij, inside information die ik al een keer eerder van jou kreeg, betekent dat bijvoorbeeld de Engelsen 10 paar sokken hebben aangemeld en dat je niet precies weet welke sok ze zullen gaan gebruiken? Of dat jullie dat hebben gedaan? Wat interessant. Kijk, er is een regel vanuit de UCI. Dat je dus ook, je moet het aanmelden, maar het moet ook verkopen zijn. Ja. Nou, er worden wel allemaal tactieken verzonnen. Dat het dan ergens in een dorpje in weet ik veel, Midden-Engeland. Dus dat is wel een strijd tussen alle landen. Leuk dat je over sokken begint, Jurgen. Want wij hebben natuurlijk tegenwoordig ook snelle sokken. Om misschien die nog wat beter in onze webshop te verkopen. Gert, even serieus. Hoeveel maken sokken nou uit? Om hoeveel watts gaat het? Sokken, benen scheren, baarden scheren. Hoeveel watts hebben we het over op dit soort snelheden? Nou, sokken is best wel een belangrijke. Dat zou je niet verwachten, inderdaad. Maar eigenlijk is een cilinder, hoe we het been dan noemen, zeg maar, een hele slechte vorm door de wind heen. Dus als je die iets aerodynamischer kan maken, dan kan je daar behoorlijke winst uit halen. Dus ik zou ze zeker aanschaffen, die snelle sokken. Sowieso. Jij hebt er bij deze een paar verdiend. Die komt in jouw envelop met je slimme versteren sportshirt als special guest. En alle mensen die nu luisteren denken, hey, snelle sokken, die wil ik ook. Ga even naar slimmerpodcast.nl/webshop. Kunnen we die fiets van jullie ook in de webshop zetten, denk je? Want, wat is het prijskaartje van de baanfiets van Harry? Dan verwijs ik je naar Koga. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Nee. Maar het zal geen goedkope aanschaf. Officieel moet hij dus te koop zijn. Ik ben wel even benieuwd. We horen veel namen van mannen. Jeffrey, Harry. Hoe doen we het eigenlijk bij de dames? Zijn we daar ook zo oersterk net als op de weg? Of is dat in het baanwielrennen net wat anders? Nee, zeker. Daar zijn we heel goed bij. Dus we hebben natuurlijk Olympisch kampioen Shanna Brass-Penning. Yep. Zij is wel gestopt, dus ze zal niet in Parijs haar titel verdedigen. Maar we hebben daar ook weer zeker nieuwe namen die er aankomen. Mieke van der Wouw heet ze volgens mij. Mieke van der Wouw, Steffi van der Peet, ja. Ja. Okay. Dus dat is, daar verwacht ik veel van. Maar dat is wat meer upcoming, begrijp ik. Waar we bij de mannen gewoon wereldkampioen en zo zijn, gaan die dames misschien wel in Parijs voor het eerst shinen. Ja, nou, kijk, bij de mannen is het zo dat, en dat is ook een eer voor mij om mee te werken, dat zijn absoluut de allerbeste in de sport. Dat is heel bijzonder. Ook de finale van de sprint in Tokio was Harry tegen Jeffrey. Ja, dan sta je daar wel lekker als wetenschapper, zeg maar. Ja. Beter dan als je goud en zilver al in de pocket. Ik werk hier ook al 2 maanden. It's my job. Ja, dat heb ik goed gezien. Ja. Ja. En, maar dus soms staan die vrouwen daarin zijn iets minder bekend, maar die zijn zeker heel erg goed en die gaan echt wel meedoen met wat, de wereld. Wat is een concurrerend land bij de dames? Wat is een dominerend land daar op dit moment? Er zijn er meerdere. Het was heel erg Duitsland vorige spelen. En nu is Engeland erg sterk. Die hebben ook de wereldkampioen sprint. Erg jonge dame Emma Finneken. Frankrijk heeft een hele sterke renster. Colombia kan ook heel snel zijn. Dus het is een behoorlijk. China moet ik ook zeker niet vergeten. Ja. Dus dat zit dicht bij elkaar. En ook wel landen die weer in opkomst komen. Dus, dan noem ik toch weer Kopecky. Dat is toch wel heel bijzonder wat zij dan doet. En een wegseizoen. En misschien doet ze daar ook nog mee, denk ik, aan de wegwedstrijd in Parijs.
mogelijk, denk ik. Ja, ja, dat weet ik niet precies. Ik weet niet. Nee. Maar dat in Nederland is dat toch, want we hadden ooit Kirsten Wild, weet ik, maar tegenwoordig is dat niet iemand dus uit het en het die een dubbel wegpeloton en die op de baan nog. Bij de mannen hebben we, ja, ze rijden natuurlijk allemaal op de weg, maar niet op het alle grote wedstrijden zoals de Tour de France. Ja. Maar bij de vrouwen zeker wel. Mike van der Duin, die is ook een groot talent op de weg. Oké, okay. Ja. Ja. Nou, mooi. Daar gaan we op letten. Die gaan we in de gaten houden. Ja. Toch nog, ik zit met één vraag waar ik van de hele tijd denk, oh ja, die had je in het begin moeten stellen, eikel. Maar ik wil toch even weten. Oh. Als we nou een schaal maken van mens naar machine, waarbij je zegt, nou, Formule 1 is misschien het voorbeeld van 90% materiaal, 10% rijder, al zullen Max Verstappen fans daar iets anders van vinden. En we misschien zeggen, oorspronkelijk voor de dikke schoenen, hardlopen is 5% materiaal en 95% mens. Waar zit dat baanwielrennen? Hoeveel is dat een materiaalsport of een wetenschapssport en hoeveel is dat toch echt de mens? Dus ik vind dat een moeilijke vraag. En hij wordt ook wel vaker gesteld. Maar ik zie het nooit zo. Zeg maar, het is echt... kijk, als je Harry op een fiets van 40 jaar geleden gaat zetten, dan verslaat hij mij met gemak. Nog steeds, hè? Terwijl ik op het allerbeste materiaal zit. Ja. Gaat hij op de spelen, gaat hij er wel echt nadeel van hebben, zeg maar. Ja. Dus op dat opzicht denk ik, ja, is er nog steeds echt wel een, zijn die atleten natuurlijk super belangrijk. En het materiaal, ja, mijn taak is om te zorgen dat het materiaal, dat we daar in ieder geval niet slechter zijn dan de tegenstanders. En dan komt het gewoon op de enorme watts, want het is echt, ja, het zijn, als je een keer een krachttraining van die mensen ziet, dat is niet normaal, zeg maar. Dus daarin is de mens superbelangrijk. Ja. Ik het probeer te herformuleren. Als er wattages van 600, 800, 1100 watts worden getrapt. Jij doet allerlei experimenten met fietsen, sokken, helmen. Met hoeveel watts vind jij het dan relevant? Hè? Ben je met stapjes van 5 watt aan het schaven? Is het stapjes van 20 watt? Waar gaat het om? Kijk, uiteindelijk zijn er gewoon dingen waar inderdaad elke watt is een winst. Maar soms kunnen we inderdaad ook wel ergens 30 watt vandaan halen. Als je een houding gaat veranderen. Ja. Die houding dus snappen, omdat die aerodynamica zo belangrijk is. Mm-hmm. Maar in dat materiaal, een ander stuurtje of een carbonplaat in je schoen of die sokken waar we het over hadden. Is dat dan toch allemaal wel gewoon losse watjes sprokkelen bij wijze van spreken? Ja en nee. Uiteindelijk is het allemaal losse watjes sprokkelen. En als je dat op één hoop gooit, dan kan je toch wel flinke winsten weer pakken. Ja, ja. Helder. Ja. Nou ja, maar je had het ook over 600 watt. Ja. Kijk, wattage is eigendom van de renner, dus daar kan ik niks over zeggen. Nee, dat weet ik. Maar ik kan wel zeggen dat 600 watt, daar komen ze hun bed niet voor uit. Nee. Ook niet op die 200 rondjes? Nou, ik weet dat. Ja, van die sprinters wordt wel in de Tour wordt wel eens wat gepubliceerd. Hè? Teun van Erp heeft dat wel eens gedaan. Ga je richting de 1800. Oh. Weet ik, in de eindsprint. En bij dat starten zijn natuurlijk ook mega wattages. Ja. Hebben we toen wel rond die kilometer record van Jeffrey Hoogland gehoord. Ja. Vind ik toch nog, mag ik dan die laatste vraag? Je mag Jurgen zeggen, daar heb ik helemaal geen zin in. Je had een tandwiel van 70 voor en achter 11 dan? Nee, iets groter. Iets groter. Maar op die stelling was ik wel verrast dat je zei een tandje te veel of te weinig. Kijk, uiteindelijk wil je toch naar die, ja, dat zij de pieksnelheid dan ook de optimale cadans, zeg maar, het aantal omwentelingen per minuut bereiken. Ja. Waarom maakt dat uiteindelijk toch niet uit? Kunnen zij met elk verzet uit de voeten? Nee, dat zeker niet. Maar kijk, op één tandje gaat het niet aankomen. Uiteindelijk is het ook, je hebt natuurlijk, als je die force velocity curve hebt, in het begin is de snelheid heel erg laag. Nou, dan zit je niet op je ideale cadans. En dan doorloop je dat hele spectrum, zeg maar. En dan uiteindelijk zit je natuurlijk aan de maximale cadans. En je moet daar een beetje in kijken van hoe kan ik daar tussenin zitten dat ik niet te veel nadeel heb in het begin. En dat ik alsnog niet qua een te hoge cadans kom zitten dat mijn topsnelheid er niet is. Maar dat... Waar wordt... Jurgen, let op. Als jij een tandwiel hebt van 70... Ja.
Ja, dat maakt de PlayStation 69 en 71 wat minder uit dat klopt. Dan als je het hebt over 11 of 12. Ik bedoel natuurlijk één tandje, bedoel ik vijf tandje. Oh. Even nog, wanneer wordt die maximale snelheid meestal zo bereikt? Want ik weet bij die 100 meter sprint mannen, dan hebben ze het laatste stuk dat ze eigenlijk weer... Uitbollen. Ja, uitbollen, nee, maar dan kunnen ze die sneller niet meer vasthouden. Ik neem aan dat dat ook ergens voor het einde van de rit ze hun maximale snelheid halen en daarna alleen maar weer minder worden. Klopt dat? De 200 meter kwalificatie, ja. Had je het ook. Ja, kijk, daar dan is ook weer een goed voorbeeld van baanwielrennen dat je de baan gebruikt. Want zij komen van bovenaf in en ze duiken naar beneden. Dus je haalt dan de maximale snelheid. Ja. En dan probeer je die vast te houden. Terwijl je op de constante hoogte blijft rijden. En dan zal die wel iets afnemen. Ja. Okay. Dus ze halen dan hun max als ze beneden zijn. Ja. En wat is dan de cadans die zij uiteindelijk trappen? Ligt natuurlijk heel erg aan het verzet en aan welke renners. Sommige, max halen ze enorm hoge waarden, zeg maar. Oké. Okay. Dat is het enige wat je kan doen om door te blijven versnellen, toch? Is je cadans blijven opvoeren. En je kan niet schakelen. Ja. Je kan niet schakelen. Nee. En je kan niet remmen. Nee, en daarin is de sport enorm veranderd sinds jaren geleden. Als je kijkt naar oude video's, dan is het echt een cadanssport. Enorm heen en weer bewegen. En nu is het veel meer een krachtsport geworden met enorme gaten. Ja, is dat echt zo veranderd? Heb ik een leuke laatste praktische vraag. Want als ze dan bij de finish komen, net zoals wij nu met deze aflevering bijna, dan hebben ze dus geen remmen. Hoeveel rondjes moeten ze dan uitrollen voordat ze stilstaan? Of hoe gaat dat eigenlijk, Gert? Je moet best wel weer snel van de baan af natuurlijk. Ja. Omdat, je kan remmen, want je kan terugtrappen. Maar dat is heel zwaar. En zeker als jij natuurlijk net een sprintrit achter de rug hebt. Dan is dat niet wat je beentjes willen. Nee. Ja. Nee, ik bedoel, ik heb meerdere keren renners op de grond zien vallen na hun effort. Ja. Maar daar hebben we ook, je kan ook iemand gewoon tegen gaan houden met gevaar voor eigen leven, zeg maar. Een handje geven en dan afremmen. Dus, maar ook de baan gebruiken door omhoog te sturen, daar kan je natuurlijk ook weer snelheid mee weg. Ja, maar je moet een belangrijke, en dat is ook, mocht je ooit een clinic gaan doen, je hebt nog nooit op de baan gereden, hoorde ik net, blijf trappen, is wel belangrijk. Want als je dat niet doet, dan... Dan krijg je opeens natuurlijk zo'n kick in je benen. Oh ja, dat is een goede tip. Ik merk wel, Gert, ik vind jou wel leuk. Ik kan nog wel 100 vragen, want opeens bedenk er nog één. Dat heb jij ook, want je hebt ook al 3 keer de laatste vraag gesteld. Namelijk, Gert, jij zegt bijvoorbeeld bij het Omnium, binnen 4 uur, 4 keer racen. En ik moet eraan denken, omdat je zegt, ze vallen bijna van de fiets, van de effort. Ja. Maar het is allemaal korte, heftige, anaerobe inspanningen. Kortom, zo snel mogelijk herstellen. Wij gaan het binnenkort hebben over atleten die wij tussen racen door in ijsbadjes in de douche de wereld over zien gaan. En of dat goed of niet een goed idee is. Wat doen de baanwielrenners, waar je iets over kan zeggen, om tijdens zo'n wedstrijddag zich toch weer klaar te maken voor de volgende inspanning? Nou, dat is echt een zwaar ding. En dat is ook een goede om te trainen natuurlijk. Van meerdere maximale efforts in een korte periode. Maar als zij van de baan afkomen, dan hebben we een wegfiets voor ze klaarstaan in het allerlichtste verzet. En dan is het gewoon rondjes rijden op het middenterrein om maar om die benen te laten bewegen en dat zuur eruit te krijgen. Niet op de rollenband. Ja. En ook. Maar het lijkt zo onpraktisch als al die renners staan te binnen te rijden. Dat ziet er niet uit. Dan is het gewoon, dan zitten al die mensen rondjes te rijden op het middenterrein op een heel klein stukje. En, dus, maar en dan een bidon in de hand neem ik aan en in de mond uiteindelijk. Want dan moet het natuurlijk. En als je een interview moet geven op de fiets en maar achteruit trappen. Alles om die verzuring weg te krijgen. Maar het belangrijkste dus wat jullie doen is inderdaad toch dat rustig licht blijven draaien en bewegen. Daarmee moet dat systeem zich gaan herstellen. Ja, want zeker die sprinters, die zitten op hun fiets. Dus die hoeven hun eigen lichaamsgewicht niet te ondersteunen, wat je natuurlijk bij schaatsen wel hebt. Dus je kan je helemaal leeg rijden. Je kan alles geven. Ja. En dat slaat heel hard in als je dan als de adrenaline wegkikt. Ja, tof. Ik denk dat we misschien luisteraars nu hebben die denken, maar dit heb je nog niet gevraagd. Ja. En hoe zit het daarmee? En dit dan, en dit dan, en dit dan. Want ik heb er zelf ook nog wel een paar, maar we gaan afronden. Vooral als je gaat kijken in Parijs dan komen er nog meer vragen, denk ik. Want misschien kunnen we samen kijken naar baanwielrennen wel. Lijkt me leuk. Leuks mee opzetten. Ja. Anyway, Gert, dan is natuurlijk de standaardvraag die ik altijd stel aan onze gasten. Mochten nou mensen met echt prangende vragen hier zitten voor Gert Galies, mogen we die dan aan je doorzetten?
Ja, tuurlijk. Ja. Of jij ze beantwoord is een tweede, maar we gaan ze in ieder geval aan je doorzetten. Ja. En dan zien we wat ermee komt. Want dan heb ik namelijk een mooi haakje om even uit te leggen hoe je die vragen dan bij ons krijgt. Dat kan namelijk op een aantal manieren. Wij zijn de @slimmerpodcast op Instagram en de Slimmer Presteren podcast op LinkedIn. Dus aan iedereen die nu nieuw luistert, ga ons vooral daar even volgen. Want dan brengen we iedere vrijdagochtend een post uit. En dan weet je waar de aflevering van die week over gaat. Of je kan, en natuurlijk op die kanalen kan je dus ook zo'n vraag voor Gert insturen. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina, ook van deze. Dus mocht je nou iemand kennen voor wie deze aflevering interessant is, pak de link en WhatsApp of deel hem vooral even door. Of je kan je vraag of je opmerking of je aanvullingen naar ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. Tot slot, Gert, je bent niet onverdienstelijk wielrenner zelf, hè? Studentenkampioenschappen gereden en zo. Zit je nog steeds wel eens op de fiets? Ja, zeker. Log je dat ook op Strava? Niet zo vaak, nee. Nou, jij hebt een kom op de defensieweg, zag ik. King of the... Jij bent die er... nog? Ja. Oh. Ja. Hij kijkt in ieder geval recent nog wel. Ja. Dus ik wou toch even weten hoe goed is die tegenwoordig. Je bedoelt de defensieweg tussen Elst en Rhenen? Ja. Oh? En dus ja, hoe heb je dat gedaan, Gert? Was je in een groepje? Je weet het niet eens meer. Het is wel lang geleden. Nee, voor mij heb ik die wel zelf gedaan. Ja. Ik weet niet nog veel. Ja. Oké, nou. Nou, mooi. Wij gaan jou in ieder geval uitnodigen voor de Slimmer Presteren Strava Club op Strava natuurlijk. En die is exclusief toegankelijk voor gasten van de Slimmer Presteren podcast en vrienden van de show. Dus iedereen die nu denkt, hey, daar wil ik ook bij, ga naar vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast en word vriend. En dan mag je ook gluren. Of Gert ze kom nog wel eens gaat verdedigen. Of, Die nu allemaal aanvallen, hè? Dat zou fluiten. Nee, dat zou heel slaaf zijn. Het is hier wel in de buurt. Ja. Ik ga gaan trainen. Ik zal eens even gaan turen hoe scherp gewoon een brommer inuren. En, nee, dat mag niet. Nee, dan flaggen we hem. Een dernie dan. Dan flaggen we hem. Dan zeggen we dat hij niet goed is. Goed. Hey, we zijn aan het einde. Gert, we wensen jou een hele goede reis naar Parijs. En je hebt mij in ieder geval wel zo enthousiast gemaakt dat ik ga proberen om in augustus of eind juli augustus eens even wat een paar keer specifiek voor het baanwielrennen in te schakelen. Dankjewel. Dankjewel Gert en succes. Wellicht tot de volgende keer. Ja, hoi. You.